Beatrix Na, de belangrijkste vrouw van het land. Geboren in Turkije, opgegroeid in Nederland. Desondanks heeft ze een dubbel paspoort. Ze deed vreemdelingenzaken in het vorige kabinet, belandde daarmee in een spagaat, want links vond haar te hardvochtig en rechts vond haar boterzacht. Nu voert ze campagne als de nummer 2 van de Partij van de Arbeid. Altijd onberispelijk in broekpak, soms met een uitschieter, want ze won wel de prijs voor de vrouw met de mooiste hoed op de laatste Prinsjesdag. In deze verkiezingsaflevering van de Taal van Babel, waarin jongeren vragen stellen aan politici, Nebahat Albayrak. Welkom. Dankjewel. Dat Turks paspoort, waarom is dat nodig? Waarom niet? Nee, maar kijk, een paspoort is wat mij betreft een reisdocument. En als je reist, dan reis je zo licht mogelijk. Dan weet je een heleboel paspoort mee. Ik neem er ook altijd maar één mee. Dus, wat is de oorzaak? Wat is de reden? Overigens is het waar. Ik neem altijd maar één paspoort mee. Dat is mijn Nederlands paspoort. Turkse paspoort, dat zijn mijn roots. Dat is, ja, zeker. Je hebt ook echt niet meer dan één paspoort nodig om te kunnen reizen. Precies. En ik durf ook nog wel de stelling aan dat je verder komt met een Nederlands paspoort dan met een Turks paspoort. Zonder visa. Dus? Absoluut. Nee, maar het is... Dan wil je nog een antwoord op de vraag. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Mijn Turks paspoort is voor mij nooit een issue geweest. Net zoals dat voor heel veel mensen niet het geval is. Vervolgens werd het pas een issue toen het politiek werd opgepakt. En meteen ook werd verbonden aan de loyaliteitsvraag. Juist. En dat was waar ik de grens trok. Ik dacht, je mag met mij elke discussie voeren. Maar als jij gaat zeggen, omdat jij een dubbele paspoort bent, heb jij nooit echt gekozen voor Nederland. Toen zei ik, en dus nu wegwezen. Dus pas bij de aanval ben jij op je strepen gaan staan. Ja, en daarvoor was het sowieso geen issue. Ik had er geen last van. En het verbindt mij met het land waar mijn ouders vandaan komen. En respect voor mijn ouders en de liefde en de roots en de band. En het is vooral praktisch, maar ik heb daar... Heeft het Turks zijn nog een speciale meerwaarde voor je? Ja, maar dat is dan met name, dan denk ik, val ik meteen terug op mijn opvoeding. Op de waarden en normen die ik heb meegekregen van huis uit. De manier waarop mijn moeder met name ons heeft opgevoed, haar dochters... Nog net iets meer dan haar zoons, denk ik. Ja. Hoewel die zoons ook wel het heel erg goed doen als goed geëmancipeerde mannen. Geëmancipeerde mannen, ja. Ja, heel belangrijk. Heel mooi meegenomen. Mooi meegenomen, hartstikke belangrijk. Oké. Dus als je zegt van wat is dat Turk zijn voor je, dan is dat toch vooral dat sentiment. Sentiment. Ja. En het is niet zo dat je als Turkse bijvoorbeeld in de Nederlandse politiek het juist net ietsje beter doet, omdat men bijvoorbeeld de token allochtoon nodig heeft. Nou, volgens mij is het tegenwoordig meer een handicap dan een voordeel, hoor. Hoezo, handicap? Nou, ik denk dat met de beelden waar wij nu mee werken in Nederland, want je bent Turkse, maar nog meer dan Turkse de laatste jaren zoals ik dat heb ervaren, je bent moslim. Dus een deel van je identiteit, ongeacht hoe jij dat beleeft, wordt op de voorgrond getrokken en dat wordt als je hoofdidentiteit gepresenteerd. Ja. Dus we zijn de laatste jaren wel heel erg veel mensen in hokjes gaan stoppen, waarvan het nog maar de vraag is of ze daar thuis horen. Ja, maar je maakt het niet makkelijker erop door te zeggen van ik behoud principieel mijn Turks paspoort. Want je zou kunnen zeggen van, de Turkse speelt helemaal geen rol meer, ik ben gewoon een Nederlandse. Ja, maar door dat te zeggen word je echt niet minder Turks in de ogen van de mensen die jou per se zo willen zien. Maar het is wel naar al die mensen toe die goed functioneren in deze samenleving. Zonder dat ze op enig moment ook maar last hebben van hun afkomst. Er zijn ongeveer 1 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit. Er zijn Amerikanen, Duitsers, Turken, Marokkanen, Surinamers, ik weet niet wat. Ik bedoel, en als dat een persoonlijke keuze is en het hindert ze niet in hun participatie in de Nederlandse samenleving, dan is daar ook niks mis mee. Ik bedoel, we leven in een wereld waarin er zelfs meerdere loyaliteiten zijn. Nederlanders die 5 jaar in Amerika wonen, terugkomen, dan naar India gaan. De moderne mens beweegt zich op een manier over de wereld waarbij de verbondenheid met een land echt zoveel meer is dan alleen of je maar één paspoort hebt of niet. Oké, we gaan naar het publiek. We hebben een vraag van Nathan. Mevrouw Albayrak, u staat op de tweede plaats op de PvdA-lijst. U bent oud-staatssecretaris. Als u zelf mag kiezen, wat wilt u dan na de volgende verkiezingen? Wilt u weer staatssecretaris of minister worden of wilt u liever in de Kamer blijven zitten? Nou, ik heb me allereerst gekandideerd als Kamerlid. Dus ik ga ervan uit dat ik uiteindelijk in de Kamer terechtkom en daar ook kan en wil blijven. Ik bedoel, als je dat niet wilt, dan had je niet op de lijst moeten gaan staan. Maar waar ligt uw hart? Waar ligt uw gevoel? En ik denk dat als de Partij van de Arbeid in een positie komt dat we weer kunnen gaan regeren, dat ik het wel erg leuk zou vinden om
ja, nu ik de smaak toch te pakken heb om weer te besturen. Want dat en was dan weer op justitie? Of? Daar heb ik niet eens zo'n hele uitgesproken voorkeur. Omdat ik denk dat als je staatssecretaris van Justitie bent geweest, je eigenlijk alles wel kan. Ja, dankjewel. Tammen. Dan mevrouw Albara, ik heb een vraagje over uw beleid. In feite bent u dus in het kabinet begonnen als staatssecretaris en dergelijke. Heeft u in feite het stokje overgenomen van mevrouw Verdonk. En als ik dan kijk naar uw beleid, een van de voornaamste veranderingen, misschien wel de enige verandering, is vooral natuurlijk dat het generaal Pardon uiteindelijk gekomen is. Maar wat is er eigenlijk nog meer veranderd met het beleid, vergeleken met uw voorganger? Nou ja, ik wil je eerst vragen om daar niet al te makkelijk overheen te stappen. Want als we even teruggaan naar 2006... even naar de politieke campagne en de jaren voor 2006. Het generaal Pardon was een van de belangrijkste politieke vraagstukken. In ieder geval werd dat zo gevoeld. Er werden heftige campagnes gevoerd, acties op het plein van Angela Groothuizen tot met Jan Mulder. Iedereen zei, doe dat nou, geef die mensen nou voor eens en voor altijd perspectief. Maar wat het vooral was, het was echt een steen om de hals van de IND. Zij zaten dus met die duizenden dossiers tijd en energie te steken in zaken die gewoon echt waren vastgelopen. Waardoor er minder tijd was voor de uitvoering van de nieuwe vreemdelingenwet van Job Cohen. En dus we gingen nieuwe achterstanden opbouwen. Dus bestuurlijk was het een veel groter probleem dan het maatschappelijke probleem. En ik vond het nogal van politieke lef getuigen dat er besloten is om dat Pardon te maken. En waar ik echt, echt trots op ben, is dat we het snel hebben uitgevoerd, sowieso hebben gemaakt op papier en daarna die uitvoering heel snel binnen 1 jaar zekerheid voor al die mensen. Oké, we hebben studenten, dus het gaat heel veel over onderwijs. Sander. De PvdA wil in haar verkiezingsprogramma het sociale leenstelsel invoeren en daarmee studenten verplichten tot €20.000 extra per persoon te gaan lenen. Heel veel studenten zijn het hier niet mee eens. En zo ook gisterochtend bij het PvdA-congres stonden een heleboel studenten te demonstreren. Ze demonstreren voor de jongeren van de toekomst. Hoe gaat de PvdA ervoor zorgen dat de jongeren met ouders met lagere inkomens toch een inhoudelijke keuze voor een studie blijven maken en niet een financiële? Ja, deze vraag is ook gesteld aan D66 hè, en aan SP en aan GroenLinks. Ja. Het is belangrijk dat u dat zegt, want er is een breed politiek draagvlak voor het sociale leenstelsel, zoals wij dat noemen. Omdat er een geloof is dat je het onderwijs betaalbaar moet houden. En wat het bijzondere aan de PvdA-plannen is, is dat wij, ik geloof dat het zo'n 700 miljoen op termijn oplevert, maar we investeren 2 miljard in het onderwijs. Dus er gaat veel meer geld naartoe dan dat dit oplevert. En het, wat nog belangrijker is, het geld dat wij binnenhalen met het sociaal leenstelsel gaat terug naar het onderwijs in den brede. We zetten het in bijvoorbeeld voor de kwaliteit van het onderwijs, voor de lerarensalarissen, voor de voor- en vroegtijdse educatie. Dus echt achterstanden vroegtijdig opsporen en inlopen. Ja. En wij doen dat omdat wij denken dat uiteindelijk de kwaliteit en de toegankelijkheid van het onderwijs breed van de voorschoolse educatie tot en met het hoger onderwijs ten goede komt. En wij doen dat ook, omdat dus natuurlijk wel over nagedacht, ik ken die zorg, omdat wij denken dat dit verantwoord kan. Dus zonder dat dat uiteindelijk bij jongeren die ouders hebben die geen geld hebben of weinig geld hebben, niet tot de keuze zal leiden, ik ga dat niet lenen, want ik moet het terugbetalen. Ja, maar want je terugbetalen is natuurlijk wel gebaseerd op de gedachte dat studenten straks een mooie baan hebben. En dat is bepaald niet gegarandeerd. Ja, en als je dat geld niet verdient, als je die baan niet vindt, dan hoef je het ook niet terug te betalen. En de aanvullende beurs blijft, die hoef je niet te lenen, die krijg je dus als je ouders weinig geld hebben of als je zelf weinig geld hebt. En de overjaarkaart, die blijft ook, die hoef je ook niet zelf te gaan lenen of kopen. Dus Sabine heeft een vraag over vrouwen. Nou, dat is dan weer heel typisch, dat je een vrouw vraagt om over vrouwen te vragen. Zie je wel, het komt altijd bij elkaar. Op het Ichtes Lyceum hebben we het nu over de pluriforme samenleving. En nou vroegen wij ons af hoe het volgens u gesteld is met de integratie van de vrouwen in Nederland. De allochtoons vrouwen. Het gaat de goede kant op. En dan. Dat is een algemene vraag, maar het antwoord nee, ik snap hem. Ik snap hem wel en ik zeg heel bewust, het gaat de goede kant op. Ben je tevreden over de emancipatiegraad van allochtone vrouwen? Nee, daar kan je nooit tevreden over zijn. Want emancipatie ook van de autochtone vrouw blijft een belangrijk issue. Ik bedoel, we moeten echt niet denken dat alle andere vrouwen er al zijn en nu de allochtone nog. Als je ziet naar de gelijke beloning die nog ver te zoeken is. Als je ziet wat de beroepskansen zijn. Als je ziet
wat het aantal aandeel vrouwen is, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs als docent, et cetera. En om het bedrijfsleven nog maar helemaal niet te noemen. Dus daar moeten we echt nog voor alle vrouwen in Nederland nog een stevige agenda op hebben. En de allochtone vrouw, ik zei niet voor niets, het gaat de goede kant op. Want ik zie het ook echt als een proces. We hadden hier een vogelaar in het programma en die zei dat het een generatie duurt. Het gaat vooral om de dochters. Dat die wel mee gaan doen zoals alle andere vrouwen. Maar dat je dat niet moet opleggen aan de eerste generatie vrouwen. Nou, ik weet niet of het in één generatie lukt. Ik weet zelfs dat er niet in één generatie lukt. Nee, maar ik weet dat er zelfs in de eerste generatie vrouwen zijn die nooit de kans hebben gekregen en die niks anders willen. Dus ook die vrouwen moet je niet. Je moet realistisch zijn in je verwachtingen, maar je moet ze de kans niet ontnemen. Dus ik zou juist al die vrouwen die nu nog willen, die op hun 60ste nog naar een taalkursus willen, die nog mee willen doen als oppas. Op een school, bij een brede school of zo. Ik bedoel, die moet je die kans geven. En als ik kijk naar hoe de jonge meiden het doen, de dochters. En eigenlijk de generatie die na mij komt. Ik ben een generatie anderhalf. Ik ben nog anderhalf. De pampergeneratie. Ja, dat je nog in de luiers was Pampers. Toen je hier kwam. Pamper. De luiergeneratie. Jullie kwamen met de luiers aan hier in Nederland. Je was 2 jaar oud. Ik was 2. Ik weet niet of ik toen nog luiers droeg. Oké, daar gaan we niet dieper op in. Ik zal mijn moeder vragen. Nee, maar dat is dus. Ik ben nog geboren in Turkije. Feitelijk, technisch ben je dan de eerste generatie nog. Maar ja, opgevoed door de eerste generatie ouders. En de generatie die na mij komt. In mijn jaar in Leiden was ik, ik geloof, een van de 2. Studenten op een totaal van 1200 eerstejaarsrechten studenten met een Turkse komaf. Terwijl als je nu rondkijkt op hogescholen en universiteiten is dat enorm. Dus het is een proces en ik vind dat er ook voor de overheid een verantwoordelijkheid ligt om de emancipatie van die meisjes ook te stimuleren en te faciliteren. Franklin. Ja, vooral Bardak. Alle partijen hebben op een verkiezingsprogramma staan, een kleiner en efficiënter overheid. En ook de PvdA heeft dat. Geldt dat ook voor het migratiebeleid? Bijvoorbeeld een partij zoals de PVV die beweert dat allochtonen alleen maar geld kosten. Hoe gaat de PvdA een regering of Tweede Kamer migratiebeleid voeren? De allochtonen kosten geld en precies. Gaan wij daar dan ook op bezuinigen? Ja, klopt. Nou, ik geloof niet dat door te bezuinigen op ambtenaren die met migratie bezig zijn, je het land een grote dienst bewijst. Als ik zie bijvoorbeeld dat er bij het migratiebeleid op het ministerie van Justitie ambtenaren zijn die bezig zijn bijvoorbeeld met het faciliteren van duurzame terugkeer. Er worden meer mensen afgewezen dan er worden toegelaten. En dat zal de realiteit blijven in dit land. En dat betekent dus dat er moet worden nagedacht over hoe je die mensen niet alleen terugkrijgt, maar ook zorgt dat ze blijven als ze zijn teruggegaan. Dus dat is echt een wat ingewikkelder verhaal dan alleen maar als je daar schrapt, dan komt het met de kosten van migratie wel goed. Ja? Okay. Ja. Johan. Ja, ik heb een vraag over de discussie, heel iets anders, over de pedofielen. Ze zijn afgestraft, ze zijn klaar, ze hebben hun straf uitgezeten en nu komen ze in de maatschappij en dan worden ze overal geweigerd. Ze kunnen nergens wonen, ze zitten op straat, heb ik laatst op tv gezien, dakloos. Wat vindt u daarvan? Wat vindt u wat vindt u als oplossing dan voor de problematiek van afgestrafte pedofielen die nergens terecht kunnen? Ja, dat begint met de vraag of het risico op herhaling inderdaad zo is afgenomen dat iemand vrij de samenleving in mag. Er zitten heel veel pedoseksuelen in de TBS bijvoorbeeld die behandeld worden. En zolang je er niet zeker van bent dat het risico is afgenomen op herhaling, helemaal weg zal die misschien nooit zijn, maar dat het recidieve risico zo omlaag is dat je denkt we gaan weer resocialiseren. Dan moet je dat ook doen. En dan moet iemand ook de kansen krijgen om dat eerlijk te kunnen doen. Zeker als iemand van wil is. Als hij zegt van ik ga mijn leven beteren, et cetera. Ik vind wel dat je maximaal rekening moet houden met de positie van slachtoffers. Dus ik vind het een hele legitieme discussie dat je zegt wij gaan ook afgestrafte mensen niet weer laten terugkeren naar een omgeving waar het slachtoffer weer wordt geconfronteerd met de dader. Dus ik vind daar echt het belang van de slachtoffer voorgaan op het belang van de dader.
En dan vind ik dat je eigenlijk ook, ik vind het best dat we de informatie geven over afgestrafte daders aan de politie en de burgemeester bijvoorbeeld. Zodat er een oogje in het zeil kan worden gehouden. Dat hoeft niet meteen zeg maar, bij de hele straat bekend te zijn of zo. Iemand moet een kans krijgen, maar je ziet dat zeker bij pedoseksuelen het helpt als ze weten dat er wordt opgelet. Nou, de reclassering bij de resocialisatie heeft daar een belangrijke rol in. En dat er toezicht wordt gehouden op de voorwaarden. En dat er bijvoorbeeld wordt gezegd, van, je mag, als wij gaan merken dat jij bij een school gaat rondhangen, ja, dan ga je daar de consequenties van merken. Ja. Dus er moet toezicht zijn. En zo'n afgestrafte, zo'n dader, moet weten dat er wordt opgelet. En dat is meestal een hele effectieve manier die we in Nederland nog veel te weinig toepassen. Hangt ook samen met de vraag van Otman. Ik had een vraag over veiligheid versus privacy en vrijheid. Want de PvdA heeft de afgelopen jaren bepaalde maatregelen ingevoerd. Onder andere te denken bijvoorbeeld aan de vingerscan, de iris-scan, de OV-chipkaart, meer camera-aanwezigheid. Preventief fouilleren. Ja, een nieuwe, nieuwe regel en wetgeving op het gebied van telefonie en internet. Maar denkt u dan niet dat door deze maatregelen die genomen zijn, mijn vrijheid juist beperkter wordt? Ja, en is er juist geen spanningsveld tussen aan de ene kant vrijheid, privacy versus veiligheid? Ja. Waar gaat veiligheid over in schending van privacy? Ja, mijn ervaring is dat mensen zoals jij, op het moment dat je uitlegt dat de maatregel juist bedoeld is om jouw vrijheid te garanderen, om jouw veiligheid te garanderen, dat mensen bereid zijn om ook een stukje privacy in te leveren. Maar je moet wel heel duidelijk kunnen maken dat het nodig is wat de maatregel is, voor wie die geldt en voor hoe lang. En vooral ook waar die voor bedoeld is, wat het effect ervan is. Maar is daar controle op? Kun je daar gerust op zijn of ben je gewoon optimistisch? Ja, nee, ik vind echt niet dat we in Nederland zijn doorgeschoten op dat gebied. Je ziet gewoon echt in wijken waar je dat toepast, waar preventief fouilleren is, dat meteen ook het aantal incidenten daalt. Dat het dus ook wel preventief werkt. Okay. Als mensen weten dat je daar dus niet met een wapen op zak moet gaan lopen, omdat je gepakt kunt worden. Ja, nee, en ik ga ervan uit dat jij niet met een wapen op zak loopt. Nee, ik heb ook niks dus te vrezen. Dus jij denkt, nou ja, kijk maar. Ja. Nee, dat klopt, want ik heb ook niks te vrezen. Vind jij dat jouw privacy vaker geschonden wordt en dat het ten koste gaat van je vrijheden? Van mijn bewegingsvrijheid wel, want als ik dan kijk bijvoorbeeld naar de OV-chipkaart en bepaalde systemen die allemaal registreren waar je heen gaat. En we hadden nu ook recent het rekeningrijden. Dan kon je natuurlijk ook om achterhalen waar je heen gaat en wat je doet. Ik heb natuurlijk niks te vrezen, maar 99% van Nederland heeft ook niks te vrezen. Ja. Maar de overheid geeft niet de garantie dat het helemaal waterdicht is, het systeem. Dus om dat allemaal te beveiligen. Ja. Want er kan altijd een gek zijn die dat kan, die dat kan ontmantelen en daar misbruik van kan maken. Nee, maar ik vind de bescherming van persoonsgegevens is ook een ontzettend belangrijk onderwerp. Als je persoonsgegevens verzamelt en opslaat in databanken, dan moeten daar heldere regels over zijn. Wie kan er bij die informatie, onder welke voorwaarden en met welk doel? En daar moet gewoon goed toezicht op zijn. Oké, Milou. Mevrouw Bayrak, met vrijdag Koninginnedag in ons achterhoofd. De PvdA die vindt dat het Koningshuis aantal leden minder moet en dat ook de politieke verantwoordelijkheid moet afnemen. Op zich ben ik daarvoor, want dan heeft eigenlijk het Koningshuis helemaal geen functie meer. Daar ben ik voor. Toch zegt het PvdA ook dat het Koningshuis moet blijven bestaan, omdat het vanwege de traditie. Nou, ik vind aanstaande vrijdag hartstikke leuk hoor, ik doe vrolijk mee. Maar moeten wij daarom echt het Koningshuis in stand houden? Nou, niet alleen voor Koningendag. Wat nog maar meer? Die traditie. Ja, ik ben heel benieuwd. De hoedjes. De hoedjes. Ja, kom ze, hartstikke leuk toch? Nou ja, dus ik vind wel. Behouden wij wij de monarchie. Ik dat vind, is wel duur voor zo'n paar. Nou, ik vind de laatste jaren heel veel discussie over met name de kosten van de monarchie. Maar ik vind de monarchie in Nederland toch net iets meer dan alleen een leuke traditie op Prinsjesdag en de Vrijmarkt, daar weet ik veel wat. Ik vind het ook wel. Ik heb veel sympathie voor de Oranjes. Ik vind het bij de geschiedenis van Nederland horen. Het is misschien ook wel een beetje. Maar veel sympathie hebben voor de Oranjes. Ik bedoel, je gaat niet iedereen waar je veel sympathie voor hebt zoveel geld geven. Zou wel willen. Nou.
Nee, maar als je ziet hoe uiteindelijk ook in de wording van het land zoals het nu is, de monarchie, een rol heeft gespeeld. En misschien heb ik ook wel een beetje een deficit van de periode dat mijn ouders naar Nederland kwamen. Want voor mijn vader en moeder was Den Uyl de vader van Nederland en Juliana was de moeder van Nederland. Het heeft denk ik even wat geduurd voordat ze wisten dat die niet met elkaar getrouwd waren. Ja. Ze weten bij God niet waar ze naartoe gaan. Dus. Ja, dus als dat de geschiedenis die wij moeten onthouden, is het niet goed volgens mij. Nee, onthoud jij Den Uyl maar. Dan komt het allemaal goed. Nee, maar dat is een beetje denk ik het sentiment gewoon. Dat ik denk van... En om sentimentele redenen houden we het aan. Ja, maar ik heb ook wel. Ik vind Beatrix echt een werkelijk goede koningin. Ik heb haar als staatssecretaris ook meegemaakt, persoonlijk gesproken. En van die gesprekken mag je nooit zoveel vertellen, maar het is wel iemand die... Dat vind ik ook weer zoiets trouwens, maar... Nee, dat... maar ik denk dat... Nou nee, dat heeft ook wel een functie. Want je moet haar niet verantwoordelijk maken voor de keuzes die uiteindelijk zeg maar een kabinet en coalities maken. Dus, en ik denk dat uiteindelijk zij wel iemand is die nadenkt over de stabiliteit en de continuïteit van dit land. Oké. Johan, jij had een vraag. Ja, over de weigerambtenaren. Ik heb laatst met een buurvrouw van mij gesproken. Ze zei tegen mij, luister Johan, ik ga binnenkort met mijn vriendin trouwen. Maar ik wil helemaal niet door een weigerambtenaar getrouwd worden die gedwongen wordt om ons te trouwen. Het is de mooiste dag van mijn leven. Dus ik zou zeggen, de weigerambtenaren, laat hun gewoon lekker de mensen trouwen die zij willen. Er zijn genoeg ambtenaren die homostellen willen trouwen. Wat vindt u daarvan? Laat de weigerambtenaren maar lekker weigeren. Nou ja, dat is een pragmatische benadering. Ik denk dat je twee dingen moet doen. Duidelijk moet zijn over de regel. Dit is namelijk voor mij allereerst een principiële discussie. Zo heb ik hem overigens altijd gevoerd. Zo heb ik hem altijd gevoerd. Ook laatst op televisie. Nee, zo ging die niet. Toen ging het verkeerd. Nee, want de vraag was, mag een ambtenaar weigeren homoseksuelen te trouwen? Daar was mijn antwoord klip en klaar op. Nee, dat mag niet. Want ik vind dit wel een issue waar je gewoon principieel stelling in moet nemen. En vervolgens, kijk, de huidige praktijk, die is zoals die is. Maar ik vind juist dat je nu deze discussie politiek speelt, is dit gewoon niet een kwestie voor de pragmatiek, maar voor je principiële standpunten. Dus nee, een ambtenaar mag niet weigeren. En op het moment dat we nu deze discussie voeren, is het voor alle ambtenaren die nu trouwambtenaar worden ook duidelijk dat van hen verwacht wordt dat als het homohuwelijk in Nederland mag, en daar zijn we met z'n allen trots op, althans, ik geloof echt dat een meerderheid van Nederland daar trots op is, dat je dan zegt van het gaat niet aan om als trouwambtenaar te weigeren. En wat is uw en dat boodschap, het ook van de wet niet mag. Wat is uw boodschap aan mijn buurvrouw? Wat zal ik haar straks vertellen als ik thuis ben? Nou, zij zal in ieder geval nooit door een ambtenaar getrouwd worden die daartoe gedwongen is. Dank u wel. Esmee. Hallo mevrouw Bayrak, ik kom ook van het Ichtus en ik vroeg me af, omdat u nu tweede staat op de lijst van de PvdA, of u niet de ambitie heeft om een keer lijsttrekker te worden en misschien premier. Je kijkt erbij alsof je het wel een leuk idee zou vinden. Nee, ik denk niet, vind het niet een leuk idee. Nee. Sorry? Vind je het geen leuk idee? Nee, ja, ja, ik heb zoiets van, hoe kan ik dit nou kort uitleggen? Ik heb echt nooit de ambitie gehad om lijsttrekker van de Partij van de Arbeid te worden. Omdat in de tijd dat ik politiek actief ben, er altijd prima lijsttrekkers waren. Ik heb met ontzettend veel overtuiging Wouter Bos ondersteund. In zijn acties, we fractievoorzitter, later lijsttrekker. En ook als politiek leider in het kabinet van de PvdA-bewindspersoon. Ja, maar nu even jezelf. En nu hebben we Job Cohen. Dus het wordt voor mij, elke keer als ik denk van, moet ik dat? Denk je, oh nee, deze is heel goed. Maar daar ga je en het land ook heeft beetje... Job nodig, niet mij. Daar ga je toch ook de politiek in om ooit aan de top te komen en echt te doen wat je voor het land wil? Nou, nee, niet voor jezelf. Niet. Nee. Maar... In mijn geval, ik ben in de politiek gekomen en ik zit nu met nog meer overtuiging in de politiek om als Partij van de Arbeid zo groot te worden dat we een progressief kabinet mogelijk kunnen maken. En als ik zie dat dat met Job nu de grootste kans heeft, nog veel meer dan ik het zelf zou proberen, nou ja, dan gaan we met z'n allen voor Job. En dat is echt niet. Het politieke doel. Dit gaat niet om waar ik kom. Zo van, en mijn ambitie is om aan het roer te komen. Ik wil gewoon dat die sociaal-democratische keuzes een kans krijgen in dit land. En dat gaat met Job het beste lukken.
Oké. De verkiezingen zijn in zicht en jullie komen er meer dan niet aan toe. Maar als je nou terugkijkt naar de afgelopen kabinetsperiode, is dat niet gewoon één lange periode van ellende geweest? Nee. Wat zijn de hoogtepunten? Wat zijn de dingen waar je trots op bent van het kabinet in zijn geheel? Nou, dat is heel makkelijk. Ik denk dat als mensen zich afvragen, hoe komt het nou? En in alle kranten schrijven erover, het is inmiddels voldoende bekend. Hoe komt het nou dat in Nederland zoveel mensen zo weinig hebben gemerkt van de crisis? Juist. Het gaat relatief goed. De crisis, dat is goed gelukt, goed gegaan. Nou ja, en of, maar dat komt niet uit de lucht vallen. Wij hebben in de eerste bespreking over hoe om te gaan met de crisis, op aangeven van Wouter Bos als minister van Financiën, besloten om niet roekeloos te bezuinigen, maar te investeren in werkgelegenheid. En met name het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Uh-huh. Dat is gelukt. Nederland heeft de laagste werkloosheid in Europa en met name de laagste jeugdwerkloosheid. En dat is gelukt omdat wij in het voorjaar van 2009, toen we dat aanvullend pakket maatregelen moesten maken, hebben gezegd, we gaan nu niet alleen maar bezuinigen, maar we gaan gericht investeren. Okay, maar 140.000 mensen hebben hun baan behouden door deze maatregelen. Okay, maar ben je in het algemeen trots op het kabinet waarin je hebt gezeten? Ja, omdat uiteindelijk in crisistijd Nederland sterk is gehouden en we nu bezig zijn, en daar gaan deze verkiezingen over, hoe we na de crisis ervoor kunnen zorgen dat Nederland sterker wordt. Dus een solide overheidsboekje heeft, dus de financiën op orde, maar combineren met zorgen dat er weer groei is, dat er ruimte is voor mensen, dat er werk is voor mensen, dat er perspectief is voor jongeren, dat we de kwaliteit van het onderwijs niet aantasten en dat we niet alleen financieel op orde zijn, maar vooral ook sociaal op orde zijn. En die balans, daar ga ik voor. Daar gaat Job Cohen als eerste voor. En ik geloof ook werkelijk dat dat de keuze is waar Nederland voor staat. Nibad Albayrak. En jullie allemaal, hartelijk dank. Dank je wel.